Hallo beste mensen, deze tutorial gaat over het plaatsen van een YouTube filmpje in jouw website. Dit is een hele kleine tutorial, het is heel makkelijk. Je gaat naar YouTube, je zoekt een filmpje dat je op je website wil hebben. Ik wil bijvoorbeeld een filmpje over SimCity op mijn website hebben. Ik zoek een filmpje, ik heb er nou eentje gevonden. Check even of dit filmpje is wat ik wil zien. Ja, ik vind hem wel goed. Dan klik je onder het filmpje op delen. Daaronder klik je op insluiten. Insluiten. Dan krijg je in dit blauwe vakje een stukje code te zien. Die moet je kopiëren. Dus ik klik met de rechtermuistoets en dan op kopiëren. Nou, het enige dat je hoeft te doen is die code in jouw website te zetten. Dus ik laat even een website zien die ik al eerder gemaakt heb. Dat is deze. Ik klik met de rechtermuistoets. Ik kies voor openen met en dan kladblok. Nou, dit is de website die ik al eerder heb gemaakt. Ik wil dat de YouTube film onder mijn naam komt. Ik geef hier twee keer een enter. Die twee keer enter ga jij niet zien in jouw website. Die moet je even zelf maken. Dus je typt twee keer BR om twee regels over te slaan. En dan is het een kwestie van plakken van de code die je straks hebt gekopieerd van YouTube. Opslaan. Deze kun je sluiten. En je kunt dubbelklikken om te kijken of het filmpje werkt. Hier is mijn website. En hier is het YouTube filmpje. Dus zo makkelijk is het. Oké, dit was het. Doei doei.